Welkom op het online platform van Dimension TV. Wij maken vernieuwende online tv wat jou inspireert. We zijn hier bij de Conscious Club, echt een prachtige locatie. En ik ben in gesprek met Elisabeth Plokker. Zij is onder andere de oprichter van dit centrum, samen met Sharon Tolhuizen. Elisabeth, ik ben echt ontzettend blij dat je hier bent. Kun je mij kort iets vertellen over de Conscious Club? Waar staat de Conscious Club voor? De Conscious Club hebben we opgezet om een stukje licht in de stad te brengen en een stukje bewustzijn. Mm-hmm. Dus niet alleen hebben we deze plek helemaal duurzaam gebouwd, mm-hmm. maar hebben we ook een heel leuk programma wat mensen bewuster maakt en inspireert. Oké, en kun je iets meer vertellen over dat programma? We hebben hier een dagelijks lesprogramma. We geloven in een dagstart en een dagafsluiting. In de drukte van de stad. Dus dat verzorgen wij hier door middel van yoga, gratis meditatie hebben we ook, programma, maar ook martial arts. Want af en toe wil je er ook even iets uitgooien. En gaat dat hier plaatsvinden, in deze ruimte waar we nu zijn? Of is boven. Okay. Dit is ruimte voor ceremonies, maar ook evenementen die hier plaatsvinden. Presentaties, dit is een stukje zakelijk ook wat hier gebeurt. Okay. En dan boven is het spirituele programma. Ja, precies. Ja. En hoe is het idee van de Conscious Club ontstaan? Het is een jaar geleden ontstaan. Doordat ik op mijn eigen spirituele pad was en wist van wat ik ermee wilde doen. Ja. Ik kom zelf uit de zakelijke verhuur. Ik deed er allerlei projecten voor het goede doel en dingen om bewustzijn al te creëren. Ja. Toen wist ik, ik wil dat groter gaan doen. Mm-hmm. En toen ben ik Sharon tegengekomen en die had dezelfde ambities en dezelfde dromen en die heb ik ontmoet in Thailand. Dat is een plek waar wij al jaren komen, ze heeft ook gewoond en we wilden een stukje van die plek heel graag meenemen. Toen hebben we onze krachten gebundeld en dit samen opgezet. Waar haal jij inspiratie vandaan? Uit mijn omgeving. Mm-hmm. De natuur. Mm. De dieren. De dieren hebben veel boodschappen voor ons. Ja. En dat vind ik wel leuk om te delen. Vaker wordt gezegd van, dat mensen de spiegels zijn voor ons. Ja. En degene die je tegenkomt, die heeft jou wat te leren of dat kan je meenemen. Ja. Maar hetzelfde geldt voor dieren. Hmm. En dat vergeten mensen eigenlijk. Dus soms kan je hebben dat je heel vaak tegen een reiger aanloopt of zo. Maar een reiger heeft een bepaalde kwaliteit. Hmm. En die laat hij dan ook zien. Dus het grote niets. Een plek voorbij tijd en ruimte. Ja. Een veld van manifestatie. Mm-hmm. Creatie. Geloof je daarin? Ja. En hoe zie jij dat? Ik zie het als iets wat dichterbij is dan we denken. Mm-hmm. Ik denk dat we in het fysieke onszelf heel erg limiteren aan het hier en nu, als in dat we ons beperken, dat we veel groter zijn dan dat we doorhebben. En dat is ook wel iets wat we hier heel graag willen doen, mensen in hun kracht zetten, zodat ze boven zichzelf uitstijgen. Ja, wat betekent creatie voor jou, creëren? Creativiteit, hè? Dat is dat gaat bij mij 24/7. Mijn gedachten gaan altijd heel snel, veel dingen, in ieder geval qua creëren. Continu heb ik ideeën, dus dat houdt nooit op. Ik zie overal mogelijkheden, dus voor mij is creatie altijd denken in mogelijkheden. Geweldig. En dat doe ik ook echt met alles. Iedereen heeft een kracht. Ja. Iedereen heeft iets moois of een mooi product die duurzaam is, waar ze jaren mee bezig zijn. Met hun hart en ziel hebben ze iets opgezet.
Mooi. En er miste gewoon een plek waar dat samen kwam. Hmm. Een soort huis van de duurzame toekomst. Ja. En dat wilden we hier al creëren. Het is precies jullie visie en missie. Het belangrijkste was het dat deze plek niet vanuit ego is gecreëerd. Maar echt om samen iets neer te zetten en samen wat te doen. Dus ja. De Conscious Club is niet Elisabeth of Sharon. Nee. Dat zijn we allemaal. Ja. En iedereen die bijdraagt is even belangrijk. Mm-hmm. En samen maken we het mooi. Ja. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat als we bewustzijn uitdragen... Mm. Dat begint ook zakelijk met de keuzes die we maken. En dat mis ik heel erg. Ik mis vaak van, we zijn organic of we zijn iets. Ja. Maar we zijn dan eigenlijk alleen met het eten dat. Maar waarom kies je dat niet voor de verf? Of hoe je pand inricht? Of de producten die je gebruikt? Dan maak je een halve keuze en dan... Ja, wat ben je dan aan het uitdragen? Dat is even een vraagstelling die ik interessant vond. Ja. En ik denk ook dat je als bedrijf echt de voorbeeldfunctie hebt... om te laten zien hoe het anders en beter kan. We zijn het eerste openbare klimaatneutrale bedrijfspand hier in Amsterdam Centrum. Dat is echt uniek. En ja. Dat, dan denk je van jongens, we moeten allemaal echt andere keuzes gaan maken. Ja. We gaan nog heel veel dingen organiseren. We zijn echt net open, 2 maanden. We doen mee met festivalseizoen. Ja, dat deelde je. Een stuk bewustzijn te delen, ook onder de jongeren. Ik denk dat het belangrijk is. Ja. Met veel vragen zitten en denken van waar kan ik nou terecht? Al is het voor de ontdekking dat je weet dat er een plek is die... gewoon open is en waar je gewoon spelenderwijs ook gewoon kan ontdekken. Ja. Dus het is vooral een open community. Voor ons belangrijk is het dat het nooit rigide is, dat het altijd open is voor allerlei nieuwe vormen. Dus ik denk dat wij organisch allerlei kanten op kunnen gaan, puur met wat er op ons pad komt. Spiritualiteit betekent voor mij meer een stukje bewustzijn. Mm-hmm. Ik denk... woord vaak wat weerstand geeft. Ja. Ik denk dat het dichterbij ligt dan we denken. En, ik denk hoe dat komt dat? Dat weerstand, wat is dat? Ik denk dat mensen meteen aan Jomanda denken. Ja. Het slecht welprogramma op de televisie. Ja, het en, heeft een spiriwiri gehad. Hè? Een zweverig geitenwolle sokken. Ja, klopt. Ja. Maar ik denk dat het veel wetenschappelijker is. En dat is iets wat we hier ook gaan samenbrengen. Dus de wetenschap en spiritualiteit. Ja. Om het zo maar te zeggen, het is echt kwantumfysica. Energie is gewoon molecuultjes. En dat is energie. Lucht is niet zichtbaar, maar het is er wel. Het heeft energie. Mm-hmm. Zeg niet voor niks, er hangt iets in de lucht. Dat zijn dingen die we voelen. Daar hoeft helemaal niet een heel moeilijk label aan te zitten. Mm. Op het moment dat we een molecuul waarnemen. Ja. Verandert ook pas bij waarneming. Ja. Dus het gaat reageren op het moment dat je het waarneemt. Als ik een microscoop pak hier en ik ga iets waarnemen en ik heb een ander apparaat waarmee ik ga waarnemen, verandert ook de manifestatie. Ja. Dus dat betekent dat het continu veranderlijk is. Ook veranderlijk is het moment dat je waarneemt, verandert het al. En dus het is ook subjectief. Ja. Dus wat is waarneming? Mijn doel is denk ik mensen bewuster te maken een stukje van de natuur in de stad. Mm-hmm. Dat zou ik heel erg cool vinden. Dat we echt meer bewust gaan zijn van de bomen hier. Mm. Dat je prima na een stressvolle dag even 10 minuten met je voeten door het gras kan lopen in het park hier. Ik hoop dat heel veel mensen een stukje kunnen ontdekken in hun eigen ik. En zien hoe krachtig ze zijn als ze daar geloven en hun pad gaan volgen. Dus ik ga naar een festival. Hoe kom ik jullie tegen? Wat bieden jullie mij aan? Wat we daar doen is het programma van hier. Dus een stuk van het programma. Dus we hebben iemand die readings doet met kaarten. Maar ook yoga, meditatie, cacao-ceremonie, vuurceremonie. Heel programma. Want we hadden het net natuurlijk even over... soms wordt spiritualiteit als zweverig gezien. Ja. Hoe gaat dat dan op zo'n festival? Heel veel mensen heel geïnteresseerd. Hmm. Je ziet ook wel de effecten bijvoorbeeld met kirtan en harmonium. Komt uit India. Ja. Dat is gebruikt voor de mantrazinnen. Het mantra is uiteindelijk een gebed. Wat al x aantal jaar door iedereen wordt gezongen. Er zit heel veel kracht door heel vaak iets op te noemen. Ja. Zo je vaak zeggen, je bent mooi, je bent mooi, je bent mooi. Ja. Dat is een mooie...
vorm van uiting en heeft een bepaalde kracht. Je ziet dat mensen meteen reageren op die harmonium. Oh, wat voor apparaat is dat? Geloven jullie in predestinatie? Ja, dat is een heel interessante discussie. Een vriend van mij noemde het ook wel determinisme. Dus ja. Dat je gewoon, dan is alles wat is. Ja. Het heeft ook iets heel treurigs. Ja. Omdat het zo is van, oké, dat was het dan. En ik hoop toch wel nog ergens wel soms een keuze te hebben of zo. Ja. Dus het is een hele moeilijke discussie, denk ik. Mm-hmm. Omdat vanuit die vraagstelling van het determinisme, het is zoals het is, je bent zoals je bent. Dus je hebt niks, geen andere mogelijkheid om dan die keuze te maken. Ja. Maken. Ik denk, hoe meer je float, hoe minder we vastpakken. Mm-hmm. Dus heel veel dingen komen langs ons en iemand is op de fiets en is gewoon top. Ja. Kunnen we, die heeft een slechte dag bijvoorbeeld. Ja. Gooit zo'n hoopje rotzooi naar je toe. Ja. Dan kan ik twee dingen doen, gewoon wiep, laat me langs en dan fiets ik weer verder. Of ik kan het vastpakken en dan gaan we kijken en ga dat analyseren en wat moet ik daarmee? Ja, reageren. Reageren. Ja. Ik denk, hoe minder we vastpakken, gedachten, bepaalde dingen, gewoon lekker, laat maar gaan. Hm. Het is inderdaad zoals het is. Flow maar door gewoon. Ja. Dat wel een hele andere pace of life geeft. En dat jij kan creëren, want daar hoor ik je ook over spreken. Ja, dat is ook contradictie natuurlijk. Hè? Dus je zegt, oké, enerzijds flow. En anderzijds zeg je, je kan veel meer manifesteren. Precies, ja. Dan denken. En misschien heeft dat met je pad te maken. Ik denk dat iedereen anders is. De een lukt het wat beter dan de ander. De een is wat beter, meer beter in iets anders in een vakgebied of zo. Dat het ook aan ieder is om te kijken van, god, dit is mijn talent of dit is echt mijn gave. Om dat te vinden en dat te geven aan de wereld. Ja. Ja. En van daaruit dus ook je vrije wil te laten spreken en je verantwoordelijkheid te pakken en die rol te nemen. Ja, vaak is gewoon waar je hart ligt of waar je heel blij van wordt. Ja. Moet je gewoon lekker doen. Ja. Dan wordt iedereen beter van. Ja. Ja! Dus we hadden het even over inspiratie. Maar hoe doe je dat? Hoe werkt dat bij jou? Of bij jullie? Vertel. De trein die doorgaat. Ja, je zei dat al, hè? Ja, voor de rest is helemaal stil in mijn hoofd, hoor. Ik ben helemaal leeg verder. Maar, oh, mooi. Maar qua ideeën, bedrijfsideeën of mogelijkheden, dat is altijd. Geloof je in het veld, in het universele veld? En dat je daarop intapt en van daaruit ook de ideeën krijgt? Dat zou kunnen. Ik weet niet. Ik denk dat het een mix is van dingen. Ik denk een stukje karakter en een stukje DNA en een stukje dag die beter is dan ander. Het moment, de rust in jezelf. Zoveel facetten. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat het een of de ander is. Mm-hmm. Gaat nog van alles komen. We hebben nog ook nog heel veel voedingsprogramma in september. Dat is leuk. Ook gebaseerd op Ayurveda. Dus echt het eten en de yoga. Mm. Wat samenkomt hier. Mm. Een stukje spiritueel qua events ook. Ja. Dus dat is leuk. Zelf gaan we nog. We hebben echt wat delen ook over energetische bescherming. Dat is iets wat ik heel graag kwijt nog even wil. Ja. Dat is deze plek ook, echt een beschermde plek. Als je daar vragen over hebt, mag je hier altijd binnenlopen. En dan hebben we daar, kunnen we je verder helpen. Dus als er bescherming nodig is. Op het moment stel, hè, ik zou binnenkomen en ik merk dat ik ergens last van heb. Energie in mijn huis, of dat is wat je denkt bedoelt. Ja. Wat geven jullie dan healing? Of wat geven jullie precies? Nou, ik kan ze zo daarin helpen. Dat sowieso. Maar ook, we hebben hier krachtbundeltjes. Dus echt beschermbundeltjes. Dus ook voor thuis, voor altaar. Oh, interessant. En om te zorgen dat je eigenlijk... hoe maak je een veilige ruimte? Ja. Er komen hier ook nog gratis workshop van. Okay. Dus kun je aanhaken ook voor kindjes. Hoe maak je het veilig in de slaapkamer? Ja. Maar ook voor volwassenen. En ik merk dat er veel vragen over zijn. En daar hebben we heel veel antwoorden op. En met krachtbundeltjes zeg je ook, hè? Ja, gewoon met... Heb je een voorbeeld van iets? Kijk nou, wat zit daar voor moois in? Een kristal? Nee, dat is een seleniet. Oh, dat is geen kristal? Nee, dat noemen ze wel engelensteen. Oh, die heb ik thuis ook. Zo'n hele staaf. Ja, ook hier op altaar. Ja. Ja, en die steen is goed. Daar kan je alle andere stenen mee opladen. Dus als je any stone, dus dit bijvoorbeeld, zet je daarop, gaat meteen...
is meteen opgenomen. In de zin van, en het verhoogt ook de frequentie, toch? Ja, dat is dus tegen negativiteit. Hm? Dus het is echt een beschermsteen. Oh. Dat is voor vol obstacles. Oké. Ja. En dan... Die kan je naast je bed neerleggen. Toen heb ik daar ooit zo'n krachtbundeltje voor gemaakt. Verkoop je dit? Of, ja. En wat kost het dan? Om even een idee... Een tientje. Oké. Okay. Er zitten allemaal kruiden in. Ja, kruiden ook nog. Ja. Ja. Allemaal, dus dat we dat ook nog even zien. Bladeren, kruiden. Ja. Er zit allemaal heilig goud ook. Sali? Ja. Is dit Sali? Ja. Ja, dacht ik al. Ja. Ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Ja, jullie ook, dank je. En ik vond het een heel fijn gesprek. En ik kijk uit naar wat er allemaal gaat gebeuren in de toekomst met de Kantjesklap. Heel leuk, dank je wel. Doei! Dimension TV. Die staat al de hele tijd aan. Dus alles is recorded. Oh shit. Alles kan tegen je worden. Weet je wat lach is? Dat je nu dat van die Audi onder hier knipt. Ja, precies. Ja, jij krijgt meteen al ideeën. Ja.